Ik ben hier bij proefboerderij Vredepeel in de Limburgse zandgronden en ik sta hier met Bram en we gaan het hebben over rassenveredeling. Voor de vroegbestelling bieden wij 8 bietenrassen aan bij Cosun. Dit zijn in de segmenten Rhizoctonia BTS 7105 en BTS 4190 RAC, twee oude bekende rassen. Voor de segmenten bietencisten aaltjes bieden wij BTS 2345N aan met ook aanvullende rhizomanieresistentie en BTS 3480N. En voor rhizomanie hebben we een viertal rassen die we willen aanbieden: BTS 6405, BTS 1195, BTS 4235 en BTS 1375. In ons veredelingsprogramma is Rhizoctonia een van de belangrijke punten waar wij op letten met de veredeling. Een nieuw ras voor de toekomst is BTS 2225RHC. Deze is nu voor het derde jaar in onderzoek bij het IRS en een potentieel kandidaat voor de rassenlijst voor 2021. Dit jaar hebben wij voor het eerst Betacare geïntroduceerd. En Betacare is een soort van verzekeringspremie tegen droogte. Hoe werkt dat? We hebben van het KNMI de data geanalyseerd van de afgelopen 20 jaar. En van de 5 droogste jaren hebben we een gemiddelde gemaakt. En mocht het komend jaar in de maanden juli, augustus droger worden als het gemiddelde, dan keren wij per pak zaad €50 uit. Voor meer informatie wil ik u graag verwijzen naar onze website.